dag van de kersenfly. Dus we gaan vandaag een kersenfly maken. Maar niet zomaar een kersenfly, nee, we gaan hem even wat spannender maken. We gaan er een beetje rozen doorheen doen, een klein beetje frambozenazijn en wat witte peper. Hoe gaan we dat doen? We beginnen met de vulling van de kersenfly en die gaan we maken in onze eivarium. We gaan beginnen met die kersen, dus we pakken het proces vruchten koken in de iVario en ik begin met het beladen van mijn kersen. Nou, ik doe mijn kersen erin. Ik doe daar gelijk al wat smaakstoffen bij. En ik gebruik ongeveer, dit is nu 2,5 kilo kersen, gebruik ik ongeveer een halve fles, oftewel 35 centiliter aan siroop. En ik ga ook straks gelijk al mijn andere siropen erbij doen, zodat die smaken mooi mee kunnen koken. Dan vraagt de iVario om de kernthermometer in de vloeistof te leggen. Dus ik plaats onze kernthermometer tussen de kersen en ik bevestig dat ik de thermometer heb geplaatst. De kersen is nu aan de kook, dus nu ga ik dus de geleisuiker toevoegen. 3 pakjes geleisuiker extra op 2,5 kilo kersen. Dat zorgt straks voor die mooie binding. Dus ik roer hem heel even door en dan laat ik hem even een kleine 5 minuten doorkoken. Nou, de kersen zijn nu gekookt. We gaan ze er even uitscheppen. Dat doe ik met een mooie speciale Vario schep. Kan ik het mooi eruit scheppen. Daarna ga ik even het vloeistof erbij voegen. En dan gaan we even verder op smaak maken voor de finishing touch. De kersenkompot hebben we nu gekookt. En die gaan we nu even op smaak brengen. Dus ik doe er een klein beetje frambozenazijn in. Om eigenlijk een beetje dat zuurtje een beetje tegen te gaan. En een mooie frisse tint te geven. En ik doe er wat witte peper in. Zo. Kijk. Brengen we mooi op smaak. Dus we hebben die mooie kersen. Daarbij hebben we wat rozen, frambozenazijn en wat witte peper. Deze laten we nu even afkoelen. Gaan wij ondertussen verder met de bodem. Ik heb een mooi flyerdeeg gemaakt. Het recept kan je terugvinden op mijnrationaal.nl. Dit gaan we nu even uitrollen. En dan gaan we de bodem van deze pan mee bekleden. En daar gaan we namelijk onze fly in bakken. Deegje heb ik mooi van tevoren gemaakt. Moet even een klein uurtje, moet die eventjes een beetje rijzen. En dan kunnen we hem gaan uitrollen. Zorg dat als je hem uitrolt, dat je hem altijd groter maakt dan dat je vorm is. Omdat je natuurlijk ook de zijkanten mee moet gaan bekleden. En hij heeft een klein beetje een krimpende werking. Het is namelijk een gistdeegje. Er zit wat gist in, wat bloem, wat melk, wat boter, wat ei. Het is een mooi rijk deegje. En eigenlijk de echte klassieke flyerdeeg. Ik heb de afgekoelde kersen, de kompot. En die heb ik mooi als vulling in mijn fly. Omdat het kersenflyerdag is, maken wij natuurlijk nu een kersenfly. Maar je zou hier natuurlijk ieder andere vulling voor kunnen gaan gebruiken. Om zo de allerleukste creaties van flyen te maken. Kijk, mooi de flyvulling erin. En dan gaan we mooi dat rastertje eroverheen leggen. We hebben het rastertje mooi uitgerasterd. En dan leggen we die zo over de fly heen. En dan hebben we dus echt dat ouderwetse fly. Nou, die randjes die drukken we mooi aan. Zo, dat die mooi dicht zit. En dan is het tijd om te gaan bakken. Nou, hij is op temperatuur, dus hij is echt beladen. En nou gaan we de fly afbakken. De iCombi Pro is klaar. Dus we gaan nu de fly eruit halen. Kijk terug. Dus we hebben nu die mooie gebakken fly. Ik doe er een klein beetje tahoenkres over. Dat is een klein beetje een nootachtige kres. Dat past weer mooi bij die smaken van die kersen en dat frisse zuurtje. Ik doe er een klein beetje poedersuiker overheen. Zo. En dit is onze variant van de kersenfly.